because we are not really stealing. I think we are trying to get some balance. It's unexplicable if you know that something like 6,000 houses are empty and there is more than 6,000 people who don't know where to live. Oh yeah, go in, go in. Mensen op de eerste verdieping van 78 gepraat. En die mensen die vonden het eigenlijk vrij normaal dat het gekraakt werd. Het enige waar ze bezorgd over waren was dat het lawaaierig ging worden en dat mensen feestjes gingen houden. Maar we hebben ze goed gekalmeerd. We hebben ze laten zien waar ze terecht kunnen met klachten als ze die hebben. Nou, dat vonden ze allemaal prima. Politie! Laat ik hier gaan te doen. Vooruit. Dit is. Maar ik zeg, kijk. Ik sloeg me lam. Dat weet je toch niet? Ik loop op de markt. Kom ik terug, word ik opgebeld. Ja, er staan 100 mensen voor de deur. Maar wat denk je nou? Kijk, wij zijn dat niet gewend. Wij zijn gewoon nette buren. Wij willen gewoon nette buren. Ik hoop dat ze netjes zijn, want ik ga van een nette trap. A lot of neighbors are reacting positive. There are already some apartments on the upper block that already put squat posters behind of the window because they sympathize. And when you squat in a really posh neighborhood, then like everybody is like, fuck off you dirty squatters, assholes, morons. But they didn't hear a negative noise. They were social rent houses and now they want to sell them for like with a lot of profit and we want to block this. Ja, afdeling statistiek. Er zijn vandaag 6 buitendeuren opengebroken, 12 binnendeuren van een betere beslag, 23 koevoeten gebruikt, er zijn 4 scanners, eigen media hebben 4 camera's, de pers maar 1. Er zijn 149 mensen betrokken, nee, er zijn 11 woningen gekraakt.